Yo, leuk dat je weer kijkt. Dit is geen vlog, maar vandaag hebben we een speciale aankondiging. En dat is niks minder dan alle events voor de Sterkste Man van Spakenburg 2022. De Sterkste Man van Spakenburg 2022 zal zijn op 16 april. We beginnen natuurlijk om rond 11 uur gaan we beginnen. Maar al die info die komt dadelijk wel. Het is vandaag dus donderdag 17 februari. De inschrijvingen voor Sterkste Man van Spakenburg starten op 19 februari om 12 uur 's middags. Het is belangrijk dat je dan even vrijhoudt als je mee wilt doen. Waarschijnlijk kunnen er tussen de 12 en 14 man meedoen. Snel inschrijven, hoe meer kans jij hebt om erbij te zitten. Hoe jij kan meedoen, dat kun je hier zo in de beschrijving zien. Daar staat hoe je moet inschrijven voor de Sterkste Man van Spakenburg 2022. En dat is natuurlijk weer een editie die je niet wil missen. Sterkste Man van Spakenburg zal dit jaar ietsjes anders zijn dan we normaal gewend zijn. Normaal zou je dat al wat indoors doen, rond februari, maart. Dit jaar gaan we het een klein beetje anders aanpakken. We gaan het naar buiten brengen weer. Het is lekker oldschool, echt Sterkste Man. We gaan weer naar buiten. Er zal een tribune zijn voor het publiek. Eten, drinken, lekker biertje. Als er eventueel maatregelen zijn of we gaan dingen veranderen, dan zie je dat op de Facebookpagina van Green Man Events. Of natuurlijk op mijn Instagram pagina. En laten we natuurlijk hopen dat het lekker opgebonjourd is, zodat we gewoon een mooie dag van kunnen maken. En blijf vooral nu kijken, want hier komen de events voor Sterkste Man van Spakenburg 2022. Het eerste onderdeel voor Sterkste Man van Spakenburg 2022. Het wordt gelukkig niet zo'n rare mafioog, ook geen tire. We gaan beginnen met old school, de truckpool. De truckpool zal gedaan worden over 20 meter. Tijd ongeveer 75 seconden. Het wordt gedaan met een touw en met harnas. Onderdeel 2 van Sterkste Man van Spakenburg 2022. Ik heb hier zelf ontzettend veel zin in, want het wordt de wagon wheel deadlift. Deze bad boys wegen 102,5 kilo per stuk. Plus nog een stangje erbij, gooien wat schijven erop, komen uit op 275 kilo. Dus 275 kilo op herhaling in 60 seconden. Wat je wel mag gebruiken zijn gewoon de straps, figure 8 straps, wat we niet gaan gebruiken. Het zijn suits, het is een regionale wedstrijd, dus we houden het gewoon een beetje simpel. Niet iedereen heeft een suit. Het wordt een deadlift van gewoon een normale hoogte, dus je kan ook gewoon in de sportschoolcarrière trainen. Gewoon een normale 9 inch hoogte. Dat doen we omdat we op het blok staan. Dus als je eenmaal op het blok staat, sta je in de normale deadlift hoogte. Ik heb hier zin in. Wordt een vet onderdeel. De eerste keer dat we deze bad boys gaan gebruiken. Dus dan gaan we door naar event nummer 3. Na de deadlift gaan we naar event 3. En event 3 wordt speciaal dit jaar, want we gaan een overhead medley doen. En wat gaan we bij die overhead medley doen? We beginnen met de log. De log zal wegen 115 kilo. Vervolgens gaan we door naar de axel van 125. Daarna hebben we speciaal geleend van de jongens van de krachtschuur natuurlijk. Een mooi blok. Dus gaan we een blokpress doen. Die gaat 100 kilo wegen. En eindigen natuurlijk moet wel een beetje heavyweight zijn, alweer op een andere log, die wordt 140 kilo. En dat zal de jongetjes van de mannen wel een beetje moeten onderscheiden. Een belangrijke regel bij dit onderdeel is dat als je hem hebt uitgeprest, je gooit hem voor je neer, dan pas mag je naar de volgende. We zagen natuurlijk bij WSM vorig jaar, ze prest hem uit en achter je neergooien, maar dat gaan wij niet doen, dat is net een beetje gevaarlijk. De tijd hiervoor zal zijn 75 seconden om alles te pressen. Dus de beste tijd wint. Anders wordt het per implement wordt de tijd opgemeten. Wat is toegestaan bij de overhead medley? Je mag gewoon elke arm gewoon sleeves gebruiken, wrist wraps, belts. Is allemaal geen probleem. Wat we niet gaan gebruiken bij de overhead medley is eventueel een grip shirt. Als je hem überhaupt al zou hebben. Dat gaan we niet gebruiken. En voor de rest, ja, dat is het. We doen niet zo moeilijk, hè? Dan gaan we door naar het vierde onderdeel. Het vierde onderdeel zal zijn een yoke en frame medley. Natuurlijk gaan we de welbekende beast frames weer gebruiken. De yoke zal 380 kilo zijn, daarna lopen we door naar de frame en pakken het frame op. Deze zal 330 kilo zijn. Dat is natuurlijk wel, is best wel zwaar voor een frame, maar het is natuurlijk best wel een hoge pick-up voor deze. Dus echt een onderarmkiller. Dus je grip gaat getest worden. Hierbij zullen we ongeveer 10 tot 15 meter lopen. We moeten natuurlijk even een beetje kijken. Nog 10 tot 15 meter met de yoke, vervolgens 10 tot 15 meter terug met het frame. Natuurlijk zijn straps niet toegestaan, magnesium mag je gebruiken. Gewoon de basics voor wat je wilt doen met een yoke of met een frame, dat kan allemaal gebruikt worden. De tijd hiervoor zal zijn 75 seconden. Dus we gaan door naar het laatste onderdeel. Ja, het is onderdeel 5. Het kan niet ontbreken in een wedstrijd die ik organiseer. We gaan natuurlijk de Atlas Stones doen. We hebben 5 stenen dit jaar. 120, 140, 160, 170 en een 180, eventueel 186 kilo. Even kijken in die laatste hoeveel zwaar die gaat wegen. Maar 5 stenen moeten rond de 1,30 meter geladen worden, dan heb je 90 seconden de tijd voor. Wat je wel mag gebruiken zijn natuurlijk gewoon de sleeves. Mits je ze goed vastzet, dat is een les die heb ik goed geleerd. Goed vastzetten, dan mag je sleeves gebruiken. Gewoon onderarm met tacky. En ja, hier mag je wel grip shirts mee gebruiken. Blote bas mag ook.
We kunnen natuurlijk Stacksmoms Spakenburg niet doen zonder sponsors. Dus hierbij het eerste rijtje sponsors. En hierbij het tweede rijtje sponsors. Die zijn allemaal toppers. Dank jullie wel dat jullie willen supporten. En ja, super vet. We gaan er een mooie dag van maken. Dat was het. Dat waren alle 5 events voor Stacksmoms Spakenburg 2022. Zoals we zeiden, het is vandaag 17 februari. Op een 19 februari kun jij je inschrijven voor Stacksmoms Spakenburg. Hoe? Dat zie je onderin in de beschrijving. Super tof dat jullie weer hebben gekeken. Vergeet vooral niet te liken en te subscriben. Wat je de komende tijd kan verwachten van mij is een road to Stacksmoms Spakenburg. Dus de opbouw, de organisatie en natuurlijk hoe ik die events ga trainen. Dus kom vooral kijken. 16 april 2022 bij Sportcentrum Agilitas op de Bikkersweg 74. En maak het spektakel mee. Dus wordt een mooie dag. Zie je daar.